Universiteit van Nederland. Dit is kaas zonder koe, dus een diervrij mozzarella kaasje. Even voor de duidelijkheid, het gaat hier dus niet om een plantaardig kaasje of om een veganistische kaas van noten bijvoorbeeld. Het is niet dierlijk en het is niet volledig plantaardig. Maar we hebben het in deze aflevering over kaas die precies is zoals we hem kennen. Het enige verschil, hij is niet van de koe, maar wordt gemaakt in een machine. Hij is klein, vierkant, wit en niemand weet nog hoe die smaakt. Maar het zal de zuivelindustrie op zijn kop zetten. Die wordt nog nergens verkocht op de wereld. Er zijn wel bedrijven die zeggen dat ze ermee bezig zijn of die al wat informatie naar buiten brengen van dit komt er misschien aan. Now typically cheese comes from a cow, but one food tech startup is looking to change that. Maar je kan als consument nog nergens kopen. Dus dit is wel een revolutionaire kaas waar we hier mee te maken hebben. Ja, zeker. We zijn heel erg blij mee dat we die hier kunnen laten zien. Want het is ook absoluut het eerste kaasje dat we hier op de universiteit hebben gemaakt op deze manier. We zijn op bezoek bij Etske Bijl van de Wageningen Universiteit. Met haar onderzoeksgroep loopt ze voorop in het ontwikkelen van kaas zonder dat er ook maar één dier aan te pas komt. En daar zie je wel een race om gewoon snel een product op de markt te brengen. Wetenschappers en bedrijven wereldwijd zoeken naar de perfecte vervanger voor die grote, gemoedelijke, stevige koe. Die ons al duizenden jaren voorziet van melk met daarin eiwitten waarvan we dan weer kaas maken. Maar ja, waar vind je nou zo'n vervanger? Nou, die komt uit onverwachte hoek. Namelijk van de kleinste levende organismen op aarde. Dat kan een gist zijn, dat kan een schimmel zijn of een bacterie die heel veel van die melkeiwitten kan produceren op een goedkope, opschaalbare manier. Dus dat zou je eigenlijk het geheim van de chef kunnen noemen. De meeste bedrijven houden hun gisten en schimmels geheim, want ze willen daar geld aan verdienen. Maar Etske en haar team zijn de eerste die hun onderzoek nu openbaar gaan maken. Want zij denken dat er best wel een aantal zaken zijn waar al die bedrijven tegenaan lopen. Die, als we daar oplossingen voor bieden, dat iedereen sneller vooruit kan. En dat dus uiteindelijk de consument sneller het product heeft. En wat zou dat dan betekenen als de kaas zonder koe in de winkel ligt? Einde bio-industrie, uitstootproblemen, stikstofcrisis. Aan het einde van deze aflevering testen we hoe goed deze nieuwe kaas zonder koe lijkt op onze oude vertrouwde kaas. Is hij net zo stevig als een echte kaas? Smelt hij net zo goed? En kan je er van die lekkere lange draden van trekken? Maar nu, hoe maak je zo'n kaas zonder dat er maar één koe aan te pas komt? Het belangrijkste bestanddeel is het melkeiwit en specifiek caseïne. Caseïne vormt uiteindelijk de structuur van kaas. En die caseïne-eiwitten in melk hebben niet alleen invloed op de structuur van kaas, ook op de smaak. Vooral bij kazen zoals de Gouda-kaas. Dus vaak heeft een oude gerijpte kaas een hele complexe smaak. En die eiwitten dragen daaraan bij. Wil je dus een goede kaas maken, dan moet je dus de juiste melk met kaaseiwitten hebben. En normaal produceert een koe die. Dus om uit te leggen hoe ze dat doen, halen we er een paar bij. De koe eet gras. Dat gras gaat door de maag van de koe. Daar begint de eiwitproductie al. En komt uiteindelijk in de uier van de koe waar de melk gemaakt wordt, dus ook het melkeiwit. En de koe kan dat eiwit maken, omdat het recept in haar DNA staat. In dat recept staan letters. Dus die letters zijn eigenlijk de ingrediënten en de instructie om uiteindelijk het eiwit te maken. Dus de letters op de juiste volgorde vormen uiteindelijk het eiwit. Dus als je het eiwit wil maken zonder de koe, dan heb je dus eigenlijk dat stukje instructie nodig dat ook in het DNA van de koe zit. En dat weten we voor een koe. Dus eigenlijk is precies het recept bekend om dat eiwit te maken. Dus dat kunnen we heel makkelijk namaken op het lab. Oké, de instructie, oftewel het recept om die eiwitten te maken, dat hebben we. Maar het is niet zo dat wij, jij en ik luisteraar, dat recept kunnen klaarmaken. Daarvoor moeten we een chef zoeken die uitmuntend is in het produceren van eiwitten. En toen Etske met haar onderzoek begon, waren er verschillende kanshebbers. Zoals bacteriën, schimmels. Maar de chef werd een gist. En we weten van de gist die wij gebruiken dat het al voor andere eiwitten heel goed werkt. Want het kan bijvoorbeeld al gelatine produceren, zijde-eiwitten. Dus we dachten, die eiwitten lijken wel een beetje op ons koemelk-eiwit dat we willen maken. Dus laten we hiermee beginnen. En we weten natuurlijk nog niet of dit de beste is, maar het is in ieder geval veelbelovend. Gisten zijn dus van nature al best goede eiwitchefs. Maar hoe zorg je dat deze chefs het DNA-recept van de koe krijgen, zodat ze die specifieke melkeiwitten gaan maken? Dus de eerste stap wat we doen op het lab is de gist, die geven we kleine prikjes. En door die prikjes kan uiteindelijk het DNA de weg vinden, de gistcel in. Nou, wat er dan gebeurt is, dan zit dat DNA in die gist, dus dan heeft hij de instructie tot zijn beschikking om het eiwit te gaan produceren. Dus als die gist gaat groeien, dan gaat hij dat
DNA, dat recept lezen in het DNA en dan gaat hij vervolgens het eiwit maken. Dat doen gisten in een bioreactor. Een ronde tank waar allemaal slangetjes in steken. Via die slangetjes krijgen ze alles te eten wat ze nodig hebben om het recept te maken. Koolstof, stikstof, eigenlijk alles wat ook in gras zit. En zo brouwen ze heel wat kaaseiwitten. De gisten die zijn eigenlijk klaar met hun werk, dus die mogen naar huis toe. En vervolgens gaan we verder met alleen het eiwit. Dus we willen niet de gisten in het kaasproduct hebben. En daar is een belangrijke reden voor. Je past de gisten aan, dus je doet een genetische modificatie. En volgens de Europese regels mag je op dit moment nog geen genetisch gemodificeerde gisten eten. En daarom scheidt Edske de eiwitten van de gisten. Zodat ze niet in het eindproduct terechtkomen. En dat moet je dus vervolgens ook aantonen als je dat product op de markt wil brengen. Maar is het nou wel mogelijk om met die gisteiwitten uit de bioreactor echt dezelfde kaas te maken als met koe-eiwitten? In principe hebben de koemelk-caseïnes en de gistmelk-caseïnes dezelfde instructie gekregen om gemaakt te worden. Dus ze zijn in principe hetzelfde. Oké, tijd om kaas te maken. Op het menu voor vandaag staat mozzarella. Omdat dat eigenlijk een vrij makkelijke kaas is die niet heel lang hoeft te rijpen. Dus we gaan om te beginnen het eiwit met het water mixen. En ik ga het nu roeren. En dat gaat een beetje klonteren, maar dat is niet erg. Dat komt later helemaal goed. En daarna gaat er ook nog vet in, plantaardig vet, en ook nog zout. Dus ja, we zijn mozzarella aan het maken. En dan kun je verwachten dat zo'n mozzarella ook een beetje stretcht. Zodra het afkoelt, wordt het al een beetje steviger. Dus het is nu nog een soort kaasfondue? Ja, dat kun je zo wel noemen. We gieten nu de mozzarella in de vorm. Op dit moment is het nog een ijsblokjesvorm. Maar dat komt omdat we ze dus nog op kleine schaal produceren. Maar je zou dit in elke vorm die je wil kunnen gieten. De kaasjes gaan nog even de koeling in en over een uur zijn ze klaar. Nou, tijd om te proeven. Nee, we gaan er vandaag niet van proeven. Wacht, niet proeven? Omdat dit wordt beschouwd als een nieuw soort voedsel. En nieuw soort voedsel moet eerst de wetgevingsprocedure van Europa doorlopen. Dus niet proeven. Dat zit er hopelijk wel aan te komen, want we hebben deze week gehoord dat onze Tweede Kamer een motie heeft aangenomen dat we producten die zijn gemaakt met behulp van precisiefermentatie, dus dat zijn onze gistcellen, dat die geproefd mogen gaan worden. En heb je dan nooit stiekem de verleiding gehad om toch een klein hapje te nemen? Ik vind het heel verleidelijk. Als je ernaar kijkt, dan ziet het er ook gewoon lekker uit. Maar ik heb het nog niet gedaan. Nee. Ook niet stiekem? Nee, ook niet stiekem. Ja, ik geloof er niks van. Maar Edske kan zich al wel een voorstelling ervan maken hoe het gaat zijn om dat kaasje naar mond te stoppen. Als jij normale kaas eet, dan gaat het ook niet alleen om de smaak. Maar als je hem koud in je mond, geeft dat ook een mondgevoel. Dus je kan dan best wel heel veel weten over die kaas voordat je hem daadwerkelijk in je mond stopt. Hoe smelt de kaas? Hoe raspt de kaas? Tijd voor de eerste test. Heeft de kaas zonder koe dezelfde stevigheid als de mozzarella uit de supermarkt? Dus ik leg hem nu onder de meter. Dus het apparaat duwt hem een beetje plat en dan kun je zien hoe stevig het is. En wat blijkt? De koeloze kaas is iets minder stevig. En dat kan een probleem zijn als je de mozzarella bijvoorbeeld wil raspen voor op een pizza. We verwachten dat het stevig genoeg is, maar dat gaan we nu testen. Test 2. Hoe goed raspt de mozzarella? Wat we net gemeten hebben is dat hij iets zachter is. Dat merk ik ook als ik hem aan het raspen ben. Maar op zich denk ik wel dat er mooie stukjes vanaf komen. Het ziet er best goed uit, toch? En dan nog een belangrijke test. Hoe goed smelt de kaas? Daarvoor maken we, jawel, 2 mini-pizza's. Met een beetje tomatensaus, want voor het smelten maakt het ook uit of er saus onder de kaas zit. Een van de pizza's beleggen we met de supermarktkaas en de ander met de kaas van Edske. Beetje royaal kaas, want dat is normaal gesproken wel lekker. Terwijl de pizza's lekker liggen te bakken, tijd voor een feitje over mozzarella. Mozzarella wordt al sinds de 12e eeuw gemaakt. Eerst met de melk van waterbuffels, later ook met de melk van de koe en nu dus ook met de melk van gisten. Op het eerste gezicht zien beide kaasjes er best wel goed uit. Je ziet op onze supermarkt mozzarella kaas dat de kaas is uitgelopen, dus hij is goed gesmolten, hij is een beetje bruin geworden. En de kaas zonder koe die is iets lichter, dus iets minder bruin. Het is ook mooi over de pizza uitgelopen, nog iets verder zelfs dan de supermarkt mozzarella. Tijd voor test 4. Hoe goed rekt de kaas? Ik begin met de supermarkt mozzarella kaas. En dan zie je al wat je normaal ook ziet als je pizza eet, dat je draden trekt van de kaas. Dan gaan we naar onze kaas zonder koe en dan gaan we kijken hoe die rekt. Of hij breekt best wel snel. Ik zie geen echte draden, een paar hele kleintjes. Dus dat is eigenlijk het grootste verschil. Het stretchen is iets wat de consument wel verwacht als je kaas hebt op je pizza. Dus daar zijn zeker oplossingen voor. En dit is ook echt het
eerste kaasje dat we hiermee gemaakt hebben hier op het lab. Dus ze hebben nog heel veel mogelijkheden om dit te verbeteren. Etske heeft dus al een bijna identieke koemelk mozzarella gemaakt. Daar moeten we wel bij zeggen dat het echt nog kleine kaasjes zijn. Maar om het vervolgens naar de consument te brengen, moet er echt worden opgeschaald, zodat we veel materiaal gaan produceren. En daarom werken we binnen het project ook samen met een bedrijfspartner, dat is Those Vegan Cowboys. En dat is opgericht door de voormalige eigenaars van de vegetarische slager. En zij hebben een productielocatie waarin ze al veel meer materiaal kunnen produceren dan wij zelf kunnen. En wij wisselen dus kennis met hun uit en zij materiaal met ons, zodat we verder kunnen komen in dit project. Wanneer we deze kaasjes in de supermarkt kunnen verwachten, dat is in het geval van deze kaas lastig te zeggen. Vooral omdat deze techniek voor kaas zonder koe zo nieuw is dat de regelgeving nog achterloopt. Stel nou, jij mag straks die kaas proeven en het blijkt dat die helemaal niet lekker is. Nou ja, daarvoor zijn wij levensmiddelentechnologen. Daar gaan we daar een oplossing voor vinden. Want op zich begrijpen we hoe in een normale kaas smaak wordt gevormd. En dan kunnen we uitzoeken waarom dat dan niet lukt in dit kaasje en daar een slimme oplossing voor verzinnen met de Promovendi hier. Hopelijk kunnen we dit lekker uitziende kaasje binnenkort ook echt proeven. Dankjewel, Etske. En jij bedankt voor het kijken of luisteren. Tot de volgende!